Een goede morgen. Het is zondag. Ik heb een beetje van de zondagrust kunnen genieten. Het is nu 9:00, dus aardig tijd. Gisteren was het later. Maar ik ben nog steeds in een dolle bui, want ik weeg nog steeds. Ik weeg nou precies 109.000. Dus dat is, ik vind het geweldig. Van mezelf. En wie het niet vindt, die wil ik niet het zelf weten. Maar in ieder geval, ik ga door. Want als ik daar nou nog 4 doe, dan zit ik op 105. En mag ik weer een cadeautje kopen van mezelf, vind ik. Wat heb ik als ontbijt? Ja, het is geen trainingsdag. Dan heb ik. Gewoon 2 krekkertjes. Met salami. Want een knoflookje gaat er altijd wel in. Dus ik vind het heerlijk. Mijn gebiedje ook. Ik doe nog even uit. Ik slaap er mij. Ja, het is toch. Met het andere gebied had ik er 10 minuten in. Dan. Dus ik heb dit gewoon 24 uur in. Ja. Nou, ik geloof dat het alweer regen aankomt. En als het geen regen is, dan ga ik vanmiddag fietsen. Of ik ga lopen. Daar ben ik nog niet uit. Ik loop zoveel kilometers op die band. Ik wil gewoon eens kijken hoe ver ik kom. Gewoon niet veel te ver uit de buurt. Maar ik ga wel eens even kijken voor een rondje. Van een kilometer of 2, 3, 4, 5, 6. Ik kijk gewoon eventjes. Ik ga het dorp in de rondte lopen. En dan ben ik een heel eind. Oké. Ik zie u later. Zo, goedemiddag. Ik zit aan een lunch. Ik heb als lunch heb ik een. Lekker omeletje met allerlei soorten groenten erin. En dus. Ik ga vanmiddag eens niet fietsen, maar ik ga een stukje lopen. Dus even kijken hoe ver ik kom. En er is altijd anders wel een bankje of zo. Maar ik ga gewoon even een lekker stukje lopen. Even. Het is wel koud. Maar ja, we wonen in Nederland. Dus het is nog niet zoals in Mongolië dat het nou min 13 is. Dat je helemaal niet meer buiten kan. Dus nee, ik ga vanmiddag even een stukje lopen en dan in plaats van fietsen. Het is gewoon, dus ik loop elke dag op die hamsterband. En dan wil ik gewoon eens kijken hoe ver ik kan lopen. Is het maar 2 kilometer. Dus nee, ik ga het vandaag eens even doen. En ik zie u later. Ik neem u wel even mee. Dit zijn allemaal retro huisjes. Ongeveer in 2000 gebouwd. Dit is het einde van de straat bij mij in mijn dorp. Dit is de winkelstraat van Zandijk. Sint-Leden, de sluiterij, een Chinees, een café en homepark, allerlei dingetjes voor schroefjes, moertjes, andere dingen. En als je een grafsteen nodig hebt. Dit is de hele winkelstraat. Hier stond het huisje van mijn maat. Fysici noemen ze hem. Hij douchte de hoogte, hij ging in de sloot. Maakte hij zich schoon. Na een jaar dat hij overleden was.
ging opeens zijn huis in de fik. Wel jammer. Maar ja, er zaten 70 lagen verf op. En dit is de troep die er nog steeds staat. Het was een oude verzamelaar. En dit is het dorpscafé. Met de luiste barkeeper van Nederland. Als je geen zin meer hebt, dan gooi je de tent dicht. Of open. Met wat je trek in hebt. Dit is het symbool van Zandijk. De kerk van Zandijk. De enige kerk zonder klok. En zonder geluid. De eigenaar die hebben het allemaal eruit gesloopt en verkocht. En nu, even kijken, ik woon hier in 2003, het is nu 2015, wordt het eindelijk opgeknapt. Het is gekocht voor 8 ton en ik denk dat er al miljoenen in is aan verbouwd. Er komen nu woningen in. Zo, goedenavond. We zijn weer aangekomen bij wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond. Eigenlijk is het een kindermenuutje, maar anders. We hebben gegrilde kip met frieten van een zoete aardappel met een dip. En een ijsbergsalade. Ja, niet van oma, maar van Robbie. Van Robert. Wat hebben we nodig? We hebben een heleboel nodig. We hebben voor de dip hebben we Griekse yoghurt nodig. Griekse yoghurt. Chilipeper. En koriander. Nou, dan hebben we voor de sla hebben we ijsbergsla. Ik heb het al gesneden in blokjes. Dus dan is het al lekker. Dus in klein gesneden eigenlijk. Er komt een ui in. Er komt een tomaat in. Er komt knoflook, of tenminste een komkommer in. En er komt knoflookolie. Die komt erin. Ja? De kip heb ik vanmiddag al gegrild en die ga ik zo meteen opwarmen. Dan heb ik de zoete aardappel. Die maak ik eerst in plakjes en dan maak ik er patat van. En die gaan, u hoort het sissen al denk ik, maar die gaan 20 minuten in de oven. Met een klein beetje knoflooksaus erover, of knoflookolie eroverheen. En dat hebben we nodig. Ja, nog twee teentjes, of één teentje knoflook voor in de dip. Die moet uitgeperst worden. Dus. Nou, dat is het. En alles staat uitgebreid op Roberts Wereld. / WordPress 2 of roberswereld.nl/WordPress 2. Daar staat alles op. Met foto. Helemaal hoe je het moet doen. Dus, en het is een goede maaltijd. Het lijkt een beetje vet, maar het komt bij elkaar op 50 gram koolhydraten. Wel 700 calorieën. Maar als jij de hele dag of de hele week getraind hebt en je hebt een rustdag, dan is dit een ideaal om even extra koolhydraten te krijgen en extra eiwitten van de kip. Dus, nou, ik zie u zo meteen aan tafel. Zo, goedenavond, we zitten weer aan tafel. Wat hebben we vandaag gedaan? Nou, heel weinig, een beetje een rondje gelopen door het hele dorp heen. En het hele dorp is 3 kilometer. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb leuke filmpjes erop gezet.
over het dorp. En ja, wat eet ik vanavond? Nou, een beetje lekker uitgebreid in plaats van die kleine maaltijdjes. Ik heb een ijsbergsalade. Daar zit in tomaat, komkommer, ui en kaasblokjes, feta kaas. En dan heb ik hier zoete aardappels met paprika eroverheen. Paprika poeder eroverheen. Dan heb ik een halve kip. Nou, die gaat niet helemaal op. En dan heb ik nog een yoghurtdip voor de patat. Het is een beetje veel koolhydraten vandaag. Het is bij elkaar 50. Dus eigenlijk al over mijn max. Maar ja, dat maakt niet uit. Morgen trainen we het weekend eraf. Dus, nou. Dat heb ik gedaan. Nou, vanavond is er weer geen kleten op de televisie. Ik heb hem niet gemist eigenlijk dat ik... dat die storing er was van de KPN. En mensen zitten nog te zijn. Nou ja, we krijgen 3 keer een film. Dus. Maar gewoon hier. Dus, nou. Wat ga ik dan even kijken? Naar de fles. Dat vond ik wel grappig. Vroeger had je fles Cordon en nu heb je de fles. Dus. Ik ga daar naartoe kijken. Het is ook weer een strip comic figuur. Dus. Nou, en voor de rest, ja. Weet ik het niet. Ik zie het allemaal. Dus. Heel lang. Tot morgen.